Wordt de kerk Breedeweg nou wel of niet een dorpshuis? Dat is de vraag waar de Bergendalse politiek zich nu over buigt. De plannen voor een dorpshuis liggen er al langer, maar werden onlangs van tafel geveegd door de gemeente. Ze zouden namelijk te onduidelijk zijn. De oppositie is het daar niet mee eens en dient daarom een motie in. De gemeente is positief over het initiatief om van de kerk een dorpshuis te maken. De plannen hiervoor waren alleen te onduidelijk en financieel te moeilijk, waardoor het initiatief is afgewezen. Dat is een heel mooi initiatief. Alleen de aanvraag die wij binnenkregen, die gaf ons zoveel onduidelijkheden. Was eigenlijk financieel heel lastig voor ons om te doorgronden van welk risico loopt de gemeente. Hoeveel geld moet hier straks naar de kerk toe? Ondanks het feit dat we het een heel goed initiatief vinden. Daarom hebben we gezegd, onder andere daarom adviseren wij om niet hierin mee te werken. D66 heeft een motie ingediend tegen het besluit van de gemeente. De woordvoerder van Samen in Breedeweg, Jos Perenboom, vertelt ons hier meer over. We hopen natuurlijk dat de motie wordt aangenomen. En daar is wel alle reden voor, want het aantal partijen wat de motie samen indient is zo groot dat er wel een meerderheid voor zal zijn. Wethouder Erik Weijers verwacht dat de motie aangenomen wordt. Wel moet er dan gekeken worden naar een goed plan voor de verbouwing van de kerk. Als de motie wordt aangenomen, dat eerste deel kan ik beantwoorden, want dan is de gemeente aan zet om een hypothecaire lening te verstrekken aan een burgerinitiatief. En ja, daarna gaan we samen met het burgerinitiatief kijken van oké, wat moet er allemaal gebeuren, hoe komen we aan de middelen en hoe kunnen we het samen een plan maken. Mocht de motie aangenomen worden, kan de verbouwing beginnen. Morgen vindt het overleg over de motie plaats en wordt er dus meer bekend. Ja, dan komen er een paar jaar hard werken voor onze werkgroep aan de orde. Want dan moeten contacten gelegd worden met architect. Moeten er onderzoeken gedaan worden. Moeten we zorgen dat onze stichting echt gaat werken. We hebben een stichting opgericht, Stichting Gemeenschapscentrum Breedeweg. En die stichting zal uiteindelijk te koop moeten doen. Nou, de eerste hobbel is nog, misschien krijgen we nu het geld van de gemeente, maar de parochie moet nog wel onze bod accepteren.